Goedenavond, het bevrijdingsjournaal van 29 april met, laten we er maar meteen naar gaan kijken, een geschenk uit de hemel voor hongerend West-Nederland. Want de geallieerden zijn vandaag begonnen met een enorme luchtoperatie om een einde te maken aan de hongersnood. Meer dan 200 Lancaster bommenwerpers staken vanochtend de Noordzee over voor operatie Manna. Geen bommen, maar voedsel. Er zijn zeker 6 terreinen aangewezen waarboven het voedsel wordt gelost. En die terreinen zijn gemarkeerd met een groot kruis. Dit is het droppingsterrein Terbregge bij Rotterdam. En het is goed te zien hoe laag de Lancasters vliegen. Je kan de piloten zo ongeveer zien zitten. Om te voorkomen dat het eten niet eerlijk wordt verdeeld, proberen de autoriteiten het publiek zoveel mogelijk weg te houden van de droppingszones. Maar de honger is zo groot dat dat lang niet overal lukt. En ja, geef ze eens ongelijk. De droppings konden beginnen na weken van politieke druk van de Nederlandse regering in Londen. Uiteindelijk heeft de geallieerde opperbevelhebber Eisenhower zijn goedkeuring eraan gegeven. Het gebeurde na besprekingen met de Duitse bezetters in Achterveld bij Amersfoort. Daar beloofden de Duitsers dat ze niet zouden gaan schieten op de laagvliegende bommenwerpers. En voor zover we nu weten, is dat ook niet gebeurd. En zijn alle Lancasters weer veilig teruggekeerd naar hun basis in Engeland. Het is de bedoeling dat deze operatie Manna de komende dagen doorgaat. Het zorgt voor een flinke verlichting van de voedselsituatie in het nog altijd bezette West-Nederland. Ondertussen doen de geallieerde troepen die bezig zijn aan de verovering van Duitsland de ene na de andere gruwelijke ontdekking. Vandaag stuiten de Amerikanen vlak boven München op weer een concentratiekamp. Dachau. Het zoveelste in een lugubere reeks. Speciaal ingerichte kampen waar de nazi's mensen, voor het overgrote deel Joden, systematisch hebben vermoord of slavenarbeid lieten doen. Sinds de zomer van vorig jaar zijn nu al enkele tientallen kampen ontdekt of bevrijd. De gruwelijkste ver weg gestopt in het oosten van Polen. Er zijn daar honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen vermoord. We zullen moeten leven met de gedachte dat mensen kennelijk in staat zijn om anderen dit aan te doen. En dat het heeft kunnen gebeuren zonder dat we het hebben kunnen verhinderen. Wouter Zwart is in Dachau, dat kamp dat vandaag is ontdekt. Betrekkelijk klein als je het vergelijkt met de andere kampen, maar niet minder luguber. Hè? Ja, militairen van de 42e en 45e infanteriedivisie zijn hier vanmiddag het kamp binnengereden. Geharde mannen, van wie er heel veel al ruim een jaar aan het vechten zijn. En ondanks al die verschrikkelijke ervaringen op het slagveld zijn ze totaal niet voorbereid op wat ze hier te zien krijgen. Buiten het kamp stuiten de Amerikanen op een trein. Een goederentrein met meer dan 2000 lijken erin. Het zijn gevangenen van andere concentratiekampen zoals Buchenwald. Hierheen gebracht omdat de nazi's hun sporen wilden wissen. Ze moeten nog in leven zijn geweest bij aankomst, maar de Duitsers hebben ze laten verkommeren in de wagons. Dit zijn de overlevenden, maar ze zijn meer dood dan levend. Ze hebben meer geluk gehad dan de mensen van wie hier de kleren hangen. Die moesten ze uitdoen om binnen in het gebouw te gaan douchen. De nazi's hebben hun dodelijke bedrog tot in de perfectie doorgevoerd. Er hangen zelfs nep douchekoppen. Maar deze blik verraadt alles. SS-bewakers proberen hun straf te ontlopen door gestreepte gevangeniskleding aan te trekken en tussen de slachtoffers te gaan staan. De geallieerden gaan met hulp van gevangenen naar hen op zoek. De SS'ers mogen hopen dat ze er op deze manier nog uitgepikt worden, want de ex-gevangenen gaan ook zelf op zoek naar hun beulen. En dan wordt het recht ogenblikkelijk in eigen hand genomen. Volgens eerste berichten zijn er meer dan 100 SS-bewakers doodgeslagen. En ook hier laten de geallieerde bevrijders aan burgers van het nabijgelegen plaatsje Dachau zien wat er zich de afgelopen jaren in het kamp heeft afgespeeld. En ook hier krijgen ze te horen, net als een dag eerder in Buchenwald, wir haben es nicht gewusst. Bij de bevrijding van Dachau vinden de Amerikanen nog 30.000 gevangenen die in leven zijn. Min of meer in leven, want ze balanceren op het randje van de dood. En de meesten zullen het ook niet halen. Er is heel veel eten nodig en ook heel veel medische hulp. Want tot overmaat van ramp is er ook nog een tyfusepidemie uitgebroken. De Amerikanen proberen die te bestrijden door de overlevenden met het bestrijdingsmiddel DDT te besproeien. Ja, Wouter Zwart was dat in de hel van Dachau. 2 weken geleden werd Arnhem bevrijd.
Martijn Bink is daar samen met de Britten terug op de plek waar ze in september werden verslagen. Ja, de Britten hebben bepaald geen goede herinnering aan deze plek. 7 maanden geleden waren ze ook hier bij de brug over de Rijn. Maar toen waren ze met veel te weinig manschappen en was het van korte duur. Ze kregen een ongenadig pak slaag van de Duitsers. Zo zag het er toen uit. Spectaculaire luchtlandingen hier in de omgeving. Maar er ging veel mis bij deze operatie Market Garden. De Duitse tegenstand was groter dan verwacht en de brug over de Rijn was er eentje te ver. Nu zijn de Britten en de Canadezen terug, of zoals ze het zelf zeggen... British troops are back in Arnhem. It's time to stay. Zo kwamen ze, 2 weken geleden alweer, de stad binnen, over land. Bij Westervoort staken de geallieerden de Rijn over en ze hebben zich de stad ingevochten. Die stad was leeg, alle bewoners waren weg. Maar er waren Duitsers genoeg die nog wel tegenstand boden. Dit keer tevergeefs. En dan heb je de stad veroverd en dan is er niemand om je te begroeten en te bedanken. Hier geen blije meisjes op tanks of zwaaiende mensen langs de kant van de weg. Arnhem is leeg en kapot. Een spookstad zonder mensen. Na de eerste aanval van de geallieerden, afgelopen herfst, werden alle 95.000 inwoners de stad uitgejaagd. Naar de Veluwe, naar Noord-Nederland. De Duitsers wilden vrij spel in de stad. Ik heb overigens geen idee wanneer de bewoners weer kunnen terugkeren. En al zouden ze dat al willen, dat is nu nog veel te gevaarlijk. Overal liggen hier landmijnen en explosieven. En er is geen water. De enige mensen die hier mogen komen, zijn hard nodig om de stad weer een beetje leefbaar te maken. En deze fotograaf, Nico Kramer. Hij heeft toestemming gekregen om zijn stad te fotograferen. Natuurlijk proberen anderen ook de stad binnen te komen. Ze willen weten of hun huis er nog staat, of hun spullen er nog zijn. Na al die maanden elders willen ze natuurlijk het liefst terug naar huis. Maar dat gaat voorlopig nog niet lukken. De stad ligt in puin, de wegen zijn afgezet en er geldt een noodverordening. De Arnhemmers moeten voorlopig nog even geduld hebben. Martijn Bink, en tot zover dit bevrijdingsjournaal. Morgen zijn we er weer. Dan kijken we onder meer hoe het met NSB-leider Anton Mussert gaat. Al een tijdje uit beeld. Hij zou een verkeersongeluk hebben gehad. In het bevrijdingsjournaal. Andere tijd, dezelfde tijd. Tot morgen. Goedenavond, het bevrijdingsjournaal van 30 april 1945. De dag dat onze prinses Juliana haar 36e verjaardag viert. Onze felicitaties. De kroonprinses is momenteel nog in Londen. Het plan was om bij wijze van verrassing haar verjaardag in Nederland te vieren, maar slecht weer zorgde ervoor dat ze niet kon vliegen. Maar het grote nieuws komt uit Duitsland. Want daar is vandaag bekendgemaakt dat de Führer Adolf Hitler dood is. Snel over naar Wouter Zwart in Berlijn. Ja, Adolf Hitler heeft zichzelf vandaag van het leven beroofd. Hij deed dat hier in Berlijn in zijn bunker samen met zijn levenspartner Eva Braun, met wie hij een paar dagen geleden nog was getrouwd. Na de zelfmoord zijn de lichamen van Braun en van Hitler naar de tuin gebracht, met benzine overgoten en verbrand. Hitler zagen we een maand geleden voor het laatst min of meer in het openbaar. Hij was toen even zijn bunker uit om een aantal jonge soldaten te eren. Alhoewel, soldaten, jonge jongens waren het, die zich hadden onderscheiden bij de verdediging van Berlijn. Hitler zag eruit als een oude, gebroken man. Hij zou volgens berichten lijden aan de ziekte van Parkinson. Hitler is dood, dan geeft Duitsland zich nu over. Nee, was dat maar waar. Hitler heeft een dag voor zijn zelfmoord nog een heel belangrijk statement gemaakt en zijn opvolger aangekondigd. Het lot van Duitsland komt nu in handen van Karl Dönitz. Dat is een hardcore nazi die carrière heeft gemaakt als brein achter de U-botenoorlog. Dönitz zit in het noorden van Duitsland, in Flensburg. Daar zal hij een regering vormen en hij zal de strijd zeker niet opgeven. Zinloos toch, Wouter? De oorlog is volledig verloren. Ja, Duitsland is verslagen en de steden liggen volledig in puin. De afgelopen maanden hebben de geallieerde vliegtuigen echt tapijten van bommen uitgeworpen. En dat heeft zijn uitwerking niet gemist. Hamburg, Dresden, Leipzig, volledig in puin. Hele woonwijken zijn verwoest. Het kan niet anders dan dat hier honderdduizenden mensen bij om het leven zijn gekomen. De havens van Hamburg zijn volledig onbruikbaar. In Berlijn rukken de Sovjets straat na straat op. De situatie is hopeloos en dat weet Dönitz ook. Doorvechten betekent voor hem tijdwinst boeken.
En ondertussen proberen om het met de Amerikanen en Britten op een akkoordje te gooien. Om zoveel mogelijk Duitse soldaten en burgers nog naar het westen te laten vluchten. De geallieerden uit elkaar spelen en tijd rekken om uit handen te blijven van de Sovjets. Dat is nu het devies. Daar gaat de regering van admiraal Dönitz de komende dagen volop inzetten. Wouter, dankjewel. En we gaan zien wat daarvan terechtkomt. Lijkt me niet dat Dönitz een heel sterke onderhandelingspositie heeft. Duitsland zit volledig in de tang. De angst voor, zoals ze het zelf zeggen, de Bolsjewieken zit er flink in. Maar van de westelijke geallieerden hoeven ze ook niet al te veel te verwachten. Want dit krijgen Amerikaanse militairen mee als instructie over het land dat ze nu aan het veroveren zijn. Practically every German was part of the Nazi network. Guard particularly against this group. These are the most dangerous. German youth. Children, when the Nazi Party came into power, they know no other system than the one that poisoned their minds. They are soaked in it. Every German is a potential source of trouble. Therefore, there must be no fraternization with any of the German people. Fraternization means making friends. The German people are not our friends. They cannot come back into the civilized fold just by sticking out their hand and saying, I'm sorry. Sorry. Not sorry they caused the war. They're only sorry they lost it. That is the hand that hired Adolf Hitler. But there are millions of Germans. Some of those guys must be okay. Perhaps. But which ones? Just one mistake may cost you your life. Trust none of them. Ja, ook daar zit niet al te veel onderhandelingsruimte. Terug naar eigen land. NSB-leider Anton Mussert is al een tijdje buiten beeld. Hij blijkt de afgelopen week een auto-ongeluk te hebben gehad. Mussert werd in Haarlem aangereden door een Duits legervoertuig en ligt in het ziekenhuis. Zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend. Maar voor zijn positie maakt dat verder niet uit. Mussert had al niet veel te vertellen in Nederland. Hij werd min of meer gedoogd door de Duitsers. Maar heeft nog een aardige tijd de schijn op kunnen houden met dit soort massabijeenkomsten. Waarbij hij zich als de grote Nederlandse leider op het schild liet hijsen. Bijeenkomsten die regelrecht waren gekopieerd van onze oosterburen, maar dan met een Nederlands sausje eroverheen. Die ballon lijkt nu wel definitief leeggelopen. Wat dat betreft trekt de NSB in deze dagen gelijk op met het Derde Rijk. Ondertussen is er dus in Achterveld bij Amersfoort een bijzondere en wat mysterieuze topconferentie tussen geallieerden en Duitsers. Eergisteren een eerste bespreking, vandaag de tweede dag. Op een ongebruikelijke locatie. In een lagere school, de Sint-Jozefschool, prins Bernhard en de Canadese generaal Fuchs wachten op de Duitse delegatie om daarna te praten over voedselhulp in het nog bezette westen van ons land. Maar zie, die droppings vanuit de lucht zijn al begonnen. Voordat er een akkoord over is getekend, kies je Hekster bij die school in Achterveld. Hoe kan dat? Het simpele antwoord is, ze konden geen dag langer wachten. De hongersnood in het westen is zo groot dat ze gisteren al zijn begonnen met operatie Mannen. Nog voordat er officieel getekend is dus, er was een mondelinge belofte van de Duitsers om niet op de laagvliegende bommenwerpers te schieten. En daar hebben ze zich aan gehouden, want er waren geen incidenten. Vandaag, op die tweede dag van de conferentie, is dat document dan toch getekend. Niet meer dan een formaliteit eigenlijk. Maar dan is de vraag, waarom zijn ze nu weer bij elkaar in Achterveld? Waar valt nog meer over te onderhandelen? De geallieerde commandant, generaal Walter Smith, die dacht, ik heb nu toch de hele Duitse top tegenover me. Laat ik gelijk maar proberen om de capitulatie voor Nederland te regelen. Dat mislukte, want de hoogste Duitse gezagsdrager in ons land, Rijkscommissaris Seyss Inquart, die weigerde om daarop in te gaan. En daarna vertrok hij via de zijingang de school uit, gevolgd door de overige delegaties. En daarmee was deze conferentie dan ook gelijk afgelopen. Ja, we zagen prins Bernhard er ook bij. Wat is zijn rol? De prins probeerde een aantal Nederlands politieke gevangenen vrij te krijgen, maar dat mislukte ook. Maar Bernhard trok nogal de aandacht omdat hij aankwam rijden in de voormalige dienstauto van Seyss Inquart. Die is door het verzet buitgemaakt en aan hem gegeven. Natuurlijk een behoorlijke provocatie van de prins. De Duitsers die zijn daar woest over, dat kun je je voorstellen.
Overigens kreeg de prins vandaag van twee meisjes een bosje witte seringen voor de verjaardag van zijn vrouw, prinses Juliana. Bernard die reageerde beduust, want hij zei dat hij die hele verjaardag vergeten was, omdat hij zo druk was met onderhandelen. Nou, misschien, wie weet, kan hij het nog goed maken. In ieder geval heeft hij die seringen om het te proberen. Ja. Dankjewel, Kiesja. Werk aan de winkel dus voor de prins. Plan is dat Juliana overmorgen naar Nederland komt en dan kan hij alles goed maken. Tot zover dit journaal. Morgen richten we onze aandacht op Berlijn. Hitler is dood. En we krijgen berichten dat het Rode Leger op dit moment bezig is met bestorming van de Rijksdag. Je vraagt je af, hoe lang kan die strijd daar nog duren? Morgen dus. Een andere tijd, op dezelfde tijd. Goedenavond.